Hebben jullie gekeken? Ja, naar de Galit van Sophie. Oh, joi. Nou zeg, ik denk dat we daar wel het onbeschofte moment ooit op tv hebben gezien. Ja. Omzicht hadden ze uitgenodigd. Nou, en die komt daar om te vertellen over zijn net gelanceerde partijprogramma, hè, voor de verkiezingen. Nou, goed. En die werd al de hele tijd hinderlijk onderbroken ook door ene Olzee Gulzen. Vanwege welke kwaliteit die daar zit, mag ook Joost weten. En Joost weet dat niet. Nee. En dan ging daar die Galit van die Sophie, die ging daar een beetje ook de kritische interviewer uithangen. Nou ook, oh, zo irritant allemaal. Maar goed, en toen ineens, toen was het moment daar. Je ziet het gebeuren en ineens, het ging allemaal voorbij en ik dacht ineens, huh? Dat dacht ik, huh? Ja, dus ik spoel gelijk terug. En ik kijk nog een keer en ik denk bij mezelf, pardon? Ja, dus ik gelijk weer terugspoelen. Ja, en ik kijk weer en toen dacht ik, dit is ongehoord. Ja, wat speelde zich daar af, vrienden? De Galit zegt, ja, nog een laatste vraagje over het premierschap. En maar ja, daar had Omzicht geen zin in om daarop te antwoorden. En die zei, ja, ik wil het nog even hebben over het eerste hoofdstuk. En toen zei de Galit, ja, dat moet dan in de nazit, want dat lukt niet meer op televisie. Oh, nou, toen had je het hoofd al moeten zien van die Omzicht. Hoezo? Hij zegt, ja, want, zegt Omzicht, ik wil het graag nog even hebben over dat nieuwe bestuur. Want dat is helemaal misgegaan. En toen zei de Galit, maar we moeten nu echt door. Dank dat jullie er waren. Het is dinsdag en dat betekent nieuwe muziek. Kijkt de hele Omzicht niet meer aan en kondigt een zangeresje aan. Nou. Vrienden, ik heb nog nooit zoiets onbeschofts gezien. Ja, die kunnen ze ook afvinken hoor, bij de NPO. En nou gebruik ik het woord onbeschoft. Maar het was en is eigenlijk veel erger.